We staan hier bij Milan Zeewald, communicatie- en relatiemanager van de Albero Zorggroep. En die hebben vandaag open dag. Maar wie zijn jullie eigenlijk? Wij zijn inderdaad de Albero Zorggroep en daaronder vallen de Kroon, de Carmel en de Betuwe Dagbesteding. En wij richten ons eigenlijk op kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een lichtverstandelijke beperking en met gedragsproblematiek. En dat is wie wij zijn. Nou, het is een behoorlijk grote locatie. Ik wist niet dat het er was. Het is nog niet heel erg bekend in Lingewaard, denk ik. Nee, dat is wel een ding waar we aan moeten werken. Dat is ook een van de redenen dat er sinds 1 januari inderdaad voor een andere organisatiestructuur is gekomen. En dat we dus ook echt aan de communicatie gaan werken. De naamsbekendheid is niet groot in de regio. Dus daar werken we aan. Wat kunnen ze zoal doen hier? Want ja, zoals je al zegt, een boerderij, maar er is nog veel meer volgens mij. Ja, we hebben, wat ik al zei, een boerderij, twee verschillende boerderijen. En daar kunnen natuurlijk alle voorkomende werkzaamheden gedaan worden. Daarnaast hebben we een eigen drukkerij. Die is eigenlijk sinds kort geopend, vorige week. Daar zijn we ontzettend trots op, midden in het centrum van Huissen. We hebben horecaplekken. We werken bijvoorbeeld in verschillende bejaardenhuizen, werken we mee met dagbesteding. Dus het is heel erg uitgebreid. Deze open dag is om meerdere redenen belangrijk voor ons. Eén, een stuk naamsbekendheid in de regio. En voor cliënten met hun netwerk is het natuurlijk interessant. Ze kunnen laten zien waar zij nou werken, waar zij wonen en hoe dat gebeurt. Daarnaast een stukje werving natuurlijk voor cliënten. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat wij zeg maar de drie organisaties die onder de Albero Zorggroep vallen, dus binnen de Albero Zorggroep, dat we echt laten zien van joh, de kracht van de verbinding. Want doordat wij met deze drie organisaties samenwerken, kunnen wij gewoon zo'n breed aanbod bieden van wonen en werken. Joyce Klaassen, wat maakt het zo leuk die 12,5 jaar? Het is gewoon heel gezellig en je moet er gezelligheid van maken gewoon. Dat vind ik dat is de insteek om de gezelligheid te houden. En wat doe je al zoal hier? Ik werk op de boerderij in Gent en ik werk bij Dubbeldruk in Huissen. Na 12,5 jaar hou je het al vol hier? Hoe lang gaan we nog door? Nou, zolang ik het volhoud. Dat is een goede insteek. Gewoon doorgaan. Kijken waar het schip strandt. We zitten hier bij A.J. van Eldik, begeleider van een dagbesteding op de boerderij in Angeren. Je kunt er alles over vertellen, hebben begrepen, dus brand los. Ja, ik werk hier op de boerderij. De boerderij die is hierachter. Wij verzorgen samen met de deelnemers verzorgen wij alle dieren. En daarnaast hebben we ook nog een houtbewerking en een fietsreparatie. We willen graag dat de deelnemers in hun kracht staan. Dus hetgene wat ze leuk vinden, dat proberen we veel te doen. Dus we hebben voor ieder wat wils. En dat vind ik zo leuk aan deze plek. Wat maakt het werk zo leuk? Ja, ik vind het heel leuk om met de mensen te werken. Ik vind het ook echt heel erg leuk om met de dieren te werken en de mensen zo samen. De samenwerking die we hebben. We staan hier bij de andere jubilaris, Carolien. Hoe is dat geweest al die 12,5 jaar? Nou, heel erg leuk. Heel afwisselend. Ik heb heel veel dingen gedaan en ik vind het nog steeds heel leuk. En wat is het leukste? Ik kan geen keuze maken. Ik vind alles leuk. Ik werk bij de creatieve gedeelte uit de kunst en ik werk bij een bejaardenhuis. En hoe lang gaan we nog door? Nou, voorlopig nog wel even, want ik ben nog jong, dus ik kan nog wel even mee.